Op 5 oktober 2016 werd bekend dat Ben Veringa winnaar is van de Nobelprijs voor de scheikunde. Thank you so much for everything. Voor deze overweldigende belangstelling. Nu moet ik even stoppen, want ik raak heel geëmotioneerd mee. Dank u wel. Het is een prachtig moment natuurlijk. En dan zie je het voor het eerst en dan is het haast nog niet te geloven. Maar ja, het is echt zo. Briljante dag voor de Universiteit van Groningen. Ja, het is geweldig. Het is denk ik een hele eer voor Ben Veringa zelf. Het is denk ik ook een hele eer voor zijn groep, voor de faculteit. Maar natuurlijk ook voor de universiteit. En ik denk onze hele omgeving, hè? Ook de stad Groningen. De burgemeester was ook net bij de bekendmaking in de faculteit. Dus je voelt gewoon dat het is een mooie prijs voor Groningen als geheel zelfs. Dit is echt een superdag. Yes! Ben Veringa heeft de Nobelprijs gewonnen. Ja, de Nobelprijs, dat is natuurlijk voor mij, in mijn geval denk ik altijd, dat is het hoogste. Dus dat is heel bijzonder dat mijn vader dat krijgt, om zo te zeggen. Ja, nee, ik ben erg trots. Echt heel trots. Wat hebben we eraan? Wat kunnen we ermee? Nou, dat hebben ze ook gevraagd aan de Wright Brothers. Toen die voor het eerst een klein stukje vlogen met een zeepkistje, 100 jaar geleden. Nu, 100 jaar later, hebben we een Boeing 747 of een Airbus. Zo voel ik mij ook regelmatig. Wij hebben hier in Groningen de Messi's die bij Barcelona voetballen. Die voetballen hier ook in de verschillende afdelingen. Alleen je moet ze wel oppeppen, hè? En dan komen die doorbraken. Je droomt altijd als wetenschapper om het hoogst mogelijk te bereiken. Net zoals Epke Zonderland droomt van die gouden medaille op de Olympische Spelen. Ja, dat doe je als wetenschapper. Dat kan ik niet. Zo'n gevoel is dat vandaag. Ja, ik voel mij echt net of ik de Olympische Spelen een gouden medaille heb gewonnen.